als onderdeel van zijn bezoeken aan de verschillende districten heeft minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zich onlangs georiënteerd in Brokopondo. In het zuidelijk gelegen district is de bewindsman samen met burgervader Ludwig Mendelzoon nagegaan hoe de werkzaamheden in zijn gebied aangepakt kunnen worden. Wij brengen u het volgende verslag. We vervolgen onze werkbezoeken naar alle districten die we nog niet hadden gedaan. We hebben nog op schema Sipaliwini, Marowijne en Brokopondo. Dat hadden we nog niet gedaan. Dus we zijn deze week begonnen om dat te doen in het kader van 1. Kijken welke faciliteiten openbare werken heeft in die districten. We hebben in alle districten OW'ers, dus we zijn ook kennis komen maken met hun en hebben hun ook aangesproken. En een derde ding is met de DC's ook overleg hebben om te kijken hoe de werkzaamheden in dit district kunnen aanpakken. We hebben alleen maar vervallen, verwaarloosde gebouwen van openbare werken aangetroffen. We hebben ongeveer 3 gebouwen. Zelfs een kip kan niet erin wonen, zelfs een awari woont niet eens in dat gebouw. Dus zo vervallen is het. Dus we gaan keuze maken. Alles wordt opgeruimd. Dat staat vast. We gaan proberen te komen tot 1 hoofdkantoor. Dat strategisch goed ligt bij het districtscommissariaat. De rest gaan we opdoeken. De faciliteiten die zullen geveild worden. Dus de IC zal binnenkort langskomen om de veiling te organiseren lokaal. We hebben besloten dat in de directie dat openbare werken in elk district een kantoor gaat krijgen. In sommige districten is het er al, zoals bijvoorbeeld Nikeri. Maar openbare werken gaat alle 3 directoraten in elk district krijgen. En we hebben het tweede ding gezegd dat afgestudeerde, weet je, NATO en HBO, weet ik veel wat, willen we uit het district hebben in de afdeling van openbare werken. Omdat in elk district hebben we bermen die we onderhouden, wegen die we onderhouden, we hebben gebouwen. Dus we moeten alle 3 vertegenwoordigers hebben. En die gaan het beleid bepalen voor het district. Kijk, tot nu toe is het zo geweest, afgelopen jaren, dat vanuit Paramaribo door de minister adviseurs werden aangewezen of coördinatoren. En die gingen dan elke dag op en neer naar een district. Dat is heel inefficiënt. Maar dat was de oplossing. Wij willen het een beetje duurzamer doen door in het district de mensen zelf het kantoor te laten beheren. En dan hoeven ze alleen 1 keer per week of 1 keer per maand af te stemmen met het hoofdkantoor. Dat gaat de toekomst worden van ook Brokopondo. Vanaf mijn aantreden heb ik gehoopt van dat wij bezoek zouden krijgen van de minister van OW. En u ziet het, vandaag is het een feit geworden. Ja, want OW heeft in het verleden heel veel geïnvesteerd in het district. En tot op dit moment verkeren alle gebouwen van OW in een deplorabele staat. Ja, zaken zijn sterk achteruit gegaan. Maar ik heb geloof in deze regering, in deze minister, dat de zaken weer opgekrikt gaan worden. Van onze kant hebben wij de overzichten gepresenteerd aan de minister en zijn staf. Van onze wegen die onderhouden moeten worden, de zand- en laterietwegen. We hebben ook een aantal bruggen die verkeren in een deplorabele staat. Bruggen die onderhouden moeten worden, de bermen die onderhouden moeten worden. Dus met OW naar de toekomst toe ziet er rooskleurig uit. Want ik zie die drive in de minister. Hij straalt het oog uit. En ik ben bereid mijn ondersteuning daaraan te geven.